De meeste schippers zullen het heveleffect wel eens in hun voordeel hebben gebruikt, bijvoorbeeld om brandstof vanuit een hoger gelegen jerrycan in je hoofdtank te krijgen. Maar hevelen kan ook zeer nadelige gevolgen hebben. Je uitlaatsysteem wordt gekoeld met buitenwater en als dat buitenwater langzaamaan in je systeem hevelt, dan kan het zijn dat je waterlok zich langzaamaan vult met water. Nou, daar is die voor gemaakt, maar op een gegeven moment zit de waterlok helemaal vol, dan loopt ook de uitlaatslang naar je motorblok toe vol en als buitenwater in je motorblok komt, krijg je natuurlijk grote schades. In deze video demonstreren we het heveleffect en we gaan natuurlijk ook laten zien hoe je het heveleffect kunt voorkomen aan boord. Het heveleffect treedt op als een slang helemaal gevuld is met vloeistof. In dit geval wil ik bijvoorbeeld brandstof vanuit een jerrycan naar een lager gelegen tank krijgen. Nou, dan hang je een slang in de jerrycan. Zorg dat het uiteinde van de slang onder het niveau is. Nou, veel mensen zuigen nu even aan het uiteinde van de slang, zodat die diesel of benzine begint te stromen. Maar een tip die ik van een hele ervaren schipper kreeg, doe er een tweede slang bij. Dicht dit af met wat doeken. En als je nu even blaast, dan pomp je diesel in deze slang. En zolang het uiteinde van deze slang lager is dan het dieselniveau hier, loopt die brandstof er mooi schoon uit. Dit is de gewenste werking van hevelen. Maar hevelen kan ook optreden als je een pomp aanzet en vooral nadat je hem weer uitzet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bilgepomp die water overboord moet pompen. Maar ook je koelwaterpomp. Overal waar een pomp zit en hoogteverschillen kun je het heveleffect krijgen. In deze emmer zit een bilgepomp, vergelijkbaar met deze pomp, maar dan wat kleiner. Dit niveau staat nu hoger dan het water in deze emmer. En dat noemen we hevelen in de normale richting. En dat is wat makkelijker voor te stellen. Straks draaien we het hevelen ook om, waarbij water terugstroomt tegen de pomprichting in. Nou, in dit geval hevelt er nog niets, omdat de slang nog gevuld is met lucht. Als ik de pomp even aanzet, dan pomp ik natuurlijk water in de emmer. Maar als ik de pomp uitzet, zie je dat het water blijft stromen. Zolang ik deze slang onder dit niveau hou, blijft er water uitstromen. En dat is het heveleffect. Wil ik dat stoppen, en je ziet dat het nog steeds stroomt, dan moet ik een klein beetje lucht in de leiding brengen. Door die lucht werkt de zwaartekracht niet meer en stopt de slang met hevelen. Hevelen kan ook in de andere richting voorkomen. Ik heb nu wat water in deze emmer zitten. Ik hou de emmer wat hoger dan dit niveau. Als ik nu de pomp aanzet, pomp ik natuurlijk water naar de hogere emmer toe. Dus water wordt nu omhoog gepompt. Zet ik de pomp uit, denk daarbij bijvoorbeeld aan een bilgepomp die water uit je boot pompt, zit het uiteinde onder water. Ik zie nu water terugstromen in deze slang naar de emmer toe. Er blijft water uit de pomp komen. Als ik dit wil stoppen, moet er een klein beetje lucht in de slang en dan stopt het hevelen. Als je hevelen wil voorkomen, moet je dus een klein beetje lucht in de slang introduceren. En dat is precies waar een air vent of een ASDV voor is gemaakt. Om het hevelen te voorkomen heb ik nu in de slang een ASDV geplaatst. Dit wordt ook wel een air vent genoemd, maar air vent is eigenlijk de naam voor een wat ouder product met een bobbel aan de bovenkant. Daar zat een mechanisch klepje in en dat mechanische klepje, omdat hij in het vuile water zit, kan nog wel eens verstopt raken. De nieuwe uitvoering, de ASDV, is voorzien van een eendenbekklep. Dat is een soort mondje wat open en dicht gaat. Die is een stuk bedrijfzekerder, zeker in wat vervuild water. Hoe werkt het air vent? Het is eigenlijk een eenwegklepje voor lucht. Als ik zometeen de pomp aanzet, voelt dat klepje druk, dan gaat die dicht, waardoor het water via deze slang naar buiten stroomt. Zodra ik de pomp uitzet, zal de zwaartekracht aan het water in de leidingen trekken. Daardoor ontstaat hier een onderdruk. Als het klepje die onderdruk voelt, gaat die open en laat die lucht toe in de leidingen. Nou, zodra de lucht in de leidingen zit, stopt het hevelen. Dus als ik de pomp aanzet, komt er gewoon water uit. Als ik de pomp uitzet, zuigt er lucht naar binnen toe. Ik zie nu het waterniveau ook zakken in de slang. Het staat nu gelijk aan het niveau in de emmer en het hevelen is gestopt. Je hebt een paar keuzes met de air vent. Stap 1, je kunt hier een slang aan monteren. Het kan gebeuren dat een air vent soms een paar druppeltjes water of andere vloeistoffen lekt. Dat gebeurt vooral als een pomp pulserende bewegingen heeft, zoals een diafragmapomp. Die drukt er steeds water in, dan kan het klepje af en toe even opengaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor snelvarende boten die in de golven slaan. Door die drukgolven kan het klepje opengaan
En dan kunnen er een paar druppels water uitkomen. Daarom zit hier een slangpilaartje aan. Zorg dat de slang die hier aan zit continu naar beneden loopt. En vang het bijvoorbeeld op in een fles die je eens in een paar jaar leeggooit. Het zijn echt maar druppeltjes water. Als je veel in vervuild water vaart of je wil een 100% betrouwbaar systeem, dan kun je het klepje ook geheel verwijderen. Dus ik schroef de dop er vanaf. Dit is de eigenlijke duckbillvelf, het ene klepje. Als ik hem nu terugzet, dan is natuurlijk de E-richtingswerking van de klep verstoord. En er zal continu water uit de leiding stromen. Als ik nu dit water overboord afvoer via een huiddoorvoertje, heb ik een zeer betrouwbaar systeem. Zorg er dan wel voor dat die leiding continu onder afschot loopt. Zodra er water in deze leiding blijft staan, kan het zijn dat je geen goede hevelwerking meer hebt. Nogmaals, de duckbillvelf, de nieuwe uitvoering, de ASDV, is zeer betrouwbaar. Dus ik plaats hem weer terug. Dopje er weer op. En dan is hij klaar voor gebruik. Omdat een AirVent ASDV of beluchter, zoals hij soms genoemd wordt, cruciaal is voor de veiligheid van je schip, is het verstandig om het klepje af en toe even te inspecteren. Ons advies is om het jaarlijks te doen bij de winterstalling of als je veel in vervuild water vaart, eens in de 6 maanden. Om het te inspecteren draai de dop los. Dit is de ASDV met het ene bekklepje. Die haal je er simpelweg uit, spoel hem even schoon in water en kijk of het gaatje schoon is. Heb je de wat oudere AirVent, draai dan de bobbel aan de bovenkant los. Dan komt er een mechanisch klepje tevoorschijn met een veertje. Spoel die goed schoon en plaats het systeempje weer terug. Ondanks dat een eendenbekje zeer bedrijfsvriendelijk is, is het verstandig om hem eens in de 2 jaar te vervangen. Het blijft kunststof wat open en dicht gaat. En zeker in vervuild water kan het zijn dat het klepje langzaamaan wegslijt. Bij het monteren gebruik geen olie of siliconen. Dat kan de kunststoffen aantasten. Nou, uiteraard controleer je ook even de slangklemmen of ze nog in goede staat zijn. De slang loopt vaak in je motorkamer waar die warm wordt en bros kan worden. Dus controleer af en toe of de slang nog soepel is en vooral of die nog steeds langzaam afloopt zonder dat de bochten in zijn gezakt naar een positie boven water. Hartelijk dank voor je tijd en aandacht. Wil je meer van dit soort inhoud zien? Klik dan even op het duimpje omhoog, schrijf een reactie of abonneer je op het VTS TV kanaal.